Lieve kijkbuiskinderen, ik heb mijn vrouw moeten beloven dat ik niet meer van die lelijke woorden ga gebruiken. Maar ik moet mijn frustratie toch weer even kwijt. Ik heb hier een PDF-document en daar wil ik in zoeken. En dat lukt me op de een of andere manier niet. En ik begrijp weer totaal niet hoe het mogelijk is dat dit soort rotsoffer. Is dat een woord dat nog toegestaan? Nou ja, het is nogal volkomen connecting kut. Op de markt is en niet door een of andere instantie wordt afgehaald. Ik zoek het woord oorlogsschade in dit document. Ik weet niet of je het kan zien linksonder. Nou, dit is dan de Ctrl-F-functie. Ik kan verder hier rot zoeken, maar al die dingetjes, zoals hier links. Geen zoekfunctie. Nou, dit is de vorige volgende pagina. Een nummertje. Min plus zoomen heb ik niet. Hele beeld interesseert me ook geen zak. Printen wil ik niet. Afdrukken wil ik niet. Een volstrekt onduidelijk icoontje waar nooit iemand iets van zal snappen. Gebeurt ook helemaal geen zak. En dan nog naar de laatste pagina. Linksbuiten, linksom, rechtsdraagse testen we. Tekstselectiehulpmiddel, handhulpmiddel. Scrollen. Maar geen enkele verwijzing naar een zoekfunctie. Als je googelt, is het enige wat je kunt doen Ctrl-F en dan krijg je dus linksonder dat balkje. Ja, welk woord je ook intypt, er vindt niks. Dus het is een zoekfunctie die is totaal connecting kut. Ik snap werkelijk bij God niet hoe het kan dat dit soort documenten op het net gezet worden zonder zoek. Wat heb je er dan? Ik heb geen flikker aan 183 pagina's. Ja, ik zal helemaal doorlezen. Ik snap er niks van. Ik snap er gewoon helemaal geen zak van. Zo slecht het allemaal is. Dat snap ik dus niet. Hoe het zo slecht kan zijn, kan blijven, kan dat niemand daarover valt. Dat het. Kennelijk ben ik de enige met dit soort frustraties. Onvoorstelbaar vind ik het. Onvoorstelbaar. Geen woorden voor.